Over de exacte reden van de breuk laten de twee zich nog steeds niet uit. Wel vertelt de realityster dat de keuze om uit elkaar te gaan in goed overleg is gegaan. Het was een gezamenlijke beslissing, maar geen makkelijke en zeker ook geen leuke beslissing om te maken. Ze vervolgt, dit is niet iets wat we wilden, maar het is beter zo. We spreken elkaar nog steeds en hebben absoluut geen ruzie en dat willen we zo houden. Ondanks dat Ricky en JD in goede harmonie afscheid van elkaar hebben genomen, heeft ze het er erg moeilijk mee. De ene dag ben ik heel vrolijk en gaat het supergoed, en de andere dag zit ik er doorheen en ben ik veel aan het huilen. We laten het lekker over ons heen komen. JD vertelt dat ze goed contact blijft houden met Ricky over hun hondjes, we zullen een soort co-ouderschap doen, tot ik mijn eigen plek heb zullen ze bij Ricky blijven. Dat vind ik echt heel lastig. Toch maakt de realityster zich hier verder geen zorgen over. We gaan het allemaal supergoed regelen. De twee maken afgelopen vrijdag het treurige nieuws over hun relatie op Instagram bekend. Nooit hadden wij verwacht dat we op dit punt zouden komen. Helaas hebben wij beiden besloten dat aan ons liefdesaventuur een einde is gekomen. We hebben veel gelachen, gehuild, mooie herinneringen gemaakt en ontzettend van elkaar genoten. We hebben absoluut geen ruzie en houden erg veel van elkaar. Juist daarom zijn we samen tot deze beslissing gekomen, schrijven ze bij de post. Ricky en JD kregen in Temptation Island een relatie en gingen bij thuiskomst meteen samen wonen, waarna er al snel twee viervoeters hun huishouden vergezelden. JD was, voordat ze een relatie kreeg met Ricky, zo'n 1,5 jaar samen met Sunny. Eenmaal in Italië besloot ze de relatie te verbreken en haar vriend te verlaten voor Ricky. Sunny besloot daarna om het programma te verlaten. Eerder vertelde JD hierover bij Love Therapy.